Iemand is nieuwsgierig geweest hier. Nee. Iedereen heeft een beetje magie. Heel goed. Ik ook. Ja, tuurlijk. Ja. Als je dat doet, dan kunnen hoogstens een klein puffje uitkomen. Zal Les hier ook van schrikken? We kunnen het wel even testen. Oh, dit vindt Frenkie niet meer leuk. Ik gooi er weer iets op je waar je niet van schrok. Eerlijk is eerlijk, uw zoon leeft nog, uw kleinkind ook. Hoe ik het gedaan heb, is een wonder. Hij komt zelf. Frenkie. Wrestling. Maar waarom? Iets is er echt aan de hand. Het kiekendootje zat toch ook boven? Wat is hier gebeurd? Wat is er gebeurd? Ik wist het wel, maar die cadeautje is toch van boven? Huh? Hoe kom je erbij? Toch? Wat is hier gebeurd? Huh? Wat is hier gebeurd? Huh? Andere kaart is er. Moet ik het voorlezen? Heb je de snoepjes gegeten? Nee. Ik ga wel een hapje. Ja, doe maar niet. Dat is te vroeg. Nee, laat het liggen. Hij heeft het een beetje geknaagd. Iets is aan de hand. Wat? Ja. Iets aan de hand. Hé! Hey. Maar... Hé! Hey. Wat is er aan de hand? Wat zit er in het hoofd? Voel me. Maar wacht even. Maar wat staat hier op dan? Vraag aan papa of hij het leest. Ik heb ze niet gehoord. Lieve Frenkie Dien, bedankt voor het water, snoepje en de bosui. Oh, kijk. Hij heeft het gegeten, het is nog een klein beetje overgebleven. Veel speelplezier. Liefs, Sint en kleurentekenpiet. Oh, die heeft dat gekleurd. Maar waarom? Iets is er echt aan de hand. Wat is die cadeautje zat toch ook boven? Nee, dit is niet een cadeautje die boven was. Wel? Nee, ik moet, waarom denk je? Want ik zie. Ja, de boom is geweldig, ik weet het. Hij is er niet af. Iets is er aan de hand. Kijk dan goed, iets is er aan de hand. Oh, de linten. Die moet je nog in. Ja joh, dat komt wel goed, dat gaat je moeder doen. Die is prachtig. Mm-hmm. Kom, we gaan hem open. Ja, doe maar. Kijk, wat zit erin? Dat weet ik toch niet? Nee. Nou lieverd, ik jok niet als ik zeg dat ik het echt niet weet. Wat is dit dan? Minion Lego. Wajo. Kijk hè. Waar je muntjes moet inleggen. Zo cool. Oh, ik vind het wel heel mooi dit hoor. Dus die en nu hebben we een nieuwe spaarpotje. Kan je hier geld in doen? Ja, van Minion. Wat kijk leuk. Dan. Kijk dan. Oh, wat grappig. Dat is gewoon een spaarpot. Oh, dat is leuk. Maar hey, zo zie je maar hè. Dat de Piet en Sint luisteren als wij gesprek hebben. Want wij zeiden nog gisteren. Ze horen het gewoon. Ze horen het gewoon. Ze hadden het nog over de spaarpot die kapot was. En, ja, want ze zat er toch. Ik weet. Op de muur boven. Dus dan hebben ze het zo hier met hun oor gehoord. Okay. Wat. Nou, wat ik wou. Verhaal wel hoor. Verhaal wel. En nog. Oh, en nog chocola. Pepernoten zat er toch ook altijd in? Pepernoten? Dus niet vanavond. Huh? Zit toch ook altijd pepernoten in? Ja, ik denk dat ze opwaren. Ik denk, volgens daar mij heb je, daar was jij ook het laatste kindje, dus de pepernoten ja, waren op. Ja, ze waren op. Ja, dat denk ik ook. Daar heb je toch een letter. Ze moeten een nieuwe opmaken. Nou, maar hallo, als je zo door gaat praten, misschien hoort de Piet het, hè? En dan komen ze niet meer terug, hè? Want je mag ook blij zijn met wat je nu hebt, toch? Ja. Met een letter cadeautje, dus ik zou maar even rustig aan doen. Ik denk dat Piet heel veel moeite heeft gedaan hiervoor. Dus doe maar rustig aan. Anders hoort hij, hè? Ja, ik zou maar zeggen dankjewel, Sint en Piet. Oké, wij moeten gaan opfrissen. En dankjewel, Pietie. Ja, dankjewel, Sint en Piet. En van chocola. Kom dan. Laat maar, ik ga dit wel opruimen. Ze hebben je kleurtjes gebruikt. Daarom ligt het er allemaal zo bij. Ja, ze hebben mijn kleurtjes gebruikt. Hij herkende die. Raar, hè? Ja,
Je moet het eerlijk zeggen. Oh. Wat? Ik moet even eerlijk zeggen. Wat? Hebben jullie echt dit getekend? Ja, is jullie. Waarom zou ik dat doen? Maar, dit is echt hetzelfde cadeautje van boven. Misschien was het hetzelfde papiertje. Maar dan weet je toch niet of het hetzelfde cadeautje is? Cadeautjes weet je niet. Ik moet even kijken hoor. Kom, kijk, wij gaan even kijken. Good one. Maar... Oh, wat erg dit. Oh, ik denk, je mag je schoen zetten. We hebben toch nog zat cadeaus voor jou. Waarom zou ik er nieuwe cadeautjes gaan kopen voor in de schoen? Als ik boven nog tant hoeveel ingepakte cadeaus heb. Maar blijkbaar heeft mijn zoon die allemaal uitvoerig bekeken, vastgehouden, geschud. Dus die herkent het. Nou, die mag nog één keer zijn schoen zetten, dan is het klaar. En ja, die letter heb ik uit zo'n zakje gehaald van de kijkertjes. Van de cadeautjes die ik gekregen heb naar een show. Alles is gesponsord door anderen. Maar dat maakt niet uit, zou je denken. Ik heb de moeite gedaan om een mooie brief te schrijven. Om mooi te kleuren, zodat het echt lijkt. Zodat het echt lijkt dat de teken Kleurpiet dit gedaan heeft. Ik heb het snoepje aangeknaagd en de bosuil daar uit elkaar gescheurd. En helemaal een setting gemaakt. Maar blijkbaar mag het niet baten. Want die gozer die heeft alles door. Nou, dan ga ik maar verder met de boom. Deze kralen dingen die jullie waarschijnlijk ook allemaal kennen. Die ik eigenlijk alleen maar ken als zo'n decoratie die je zo in de boom hangt. Dat je hem zo drapeert. Maar aangezien ik nu ga voor de verticale strepen in plaats van de horizontale gedrapeerde strepen. Dacht ik, weet je wat je hier ook mee kan maken? Dat zag ik namelijk in de boom. Hier heb ik wel goed op gelet. Je kan hem natuurlijk ook gewoon... Dit kan zo toch, dat je het zo er doorheen haalt. Ja, dit wordt heel erg een tutorial video, ik weet het. Maar het boeit even niet, want ik ben helemaal enthousiast gewoon. En dan haal je die gewoon een paar keer, zeg maar, weer terug naar boven. En dan draai je hem met die kralen even langs elkaar, dat het blijft hangen. En dan maak je er gewoon een soort van dit klosje. Kralenklos, dat is het woord. Kijk, dit. Let op. Het effect is verbluffend, jongens. Het effect is verbluffend. Daar kan je dus even mooi... Kijk, hier kan mooi ook nog eentje. Ergens. Voor die donkere plekken. Hang je zo. Eerlijk, dat breekt wel lekker, hoor. Dat breekt wel lekker, dat goud. Och, dit gaat goed, zeg. Dit gaat toppie. Dat is wel lekker van een neppenboom. Je drukt hem gewoon in het standje hoe je hem wil. Gewoon een hele gehoorzame vrouw. Ik bedoel partner. Maakt niet uit welk geslacht, maar ze luisteren lekker. De kerstboom is nog lang niet af. Ik mis eigenlijk nog wat linten. Dus misschien koop ik dat straks zelf eventjes. Maar we hebben geen tijd. Want het is weer Res en Nien on the highway. Bijna. Ga maar, meisje. Hè? Kijk uit. Oh, pas op. Niet voor jezelf. Mijn vriend bedoelt, kijk uit voor mijn auto. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Oh. Dus of de school is uit of is pauze. Zeg eens een cakefishes naar dat andere kind. Is het zeker fitty? Je wilt nu bij mij spelen. Huh? Bij mij is het ook beter dan bij haar. Zo'n jealousy onderling bij kids. Zomaar. Dat kan. Maar zomaar kom je met dit verhaal. Het lijkt erop. Je zag dat zag je in de ogen. Het was dat of het regent. Eén van de twee. De eerste afspraak zit erop. En ja. Zijn er denk ik twee minor discussies verder, Res en ik. Dat is een beetje, hè, deze for life. Hebben we twee discussies gehad? Nou, we gingen met discussie de deur uit. Jij vond dat ik te traag was. Terwijl ik vond, je gaat nu naar boven om pas een pyjama te pakken voor Frankie. Want je vader hem haalt van de BSO, bla bla bla. Je pakte veel te kleine pyjama. En toen wilde je ook nog je stem verheffen, waardoor de hele straat dacht, wat is daar aan de hand? Ook de schoonres, hoor. Die roept even zijn vriendin tot de orde. Eigenlijk is hij boos vanzelf, maar ik krijg van voren de wind. Nou, dus, dat klopt niet zo helemaal. Ging het ongeveer. Je mag nu aanvullen waar nodig. Nee, hoeft niet. Als jij vindt dat je vriend, je verloofde, zo kapot moet maken, kapot? Online. Kapot? Ik vertel hoe het is. Zo zie je maar weer hoe twee verschillende mensen nogmaals, iets zien. Nogmaals, waar denk jij dat ik even... Het anders kon doen? Nou, wat ging er anders volgens jou in dit verhaal, hoe ik het heb uitgelegd? Het ging niet zo, maar ik wil er niet te veel over uithouden, want sommige dingen zijn ook gewoon privé. Hebben wij nog privé? Jazeker! Ja, we hebben nog wel privé. Wat we vanochtend op de bank hebben gedaan, dat delen we niet. Dat heb je nu gedaan. Ja, maar niemand weet wat er gebeurde. Kijk, en dat is het mooie van geheimpjes. Je geeft iets en mensen denken, oh, het gaat daarover. Daar ging het niet over. Daar ging het wel over. In ieder geval, afspraak nummer 2, we zijn iets te vroeg. Gaan we hier? Nee, we gaan niet een uur van tevoren. Nee, we zijn er al. Dat is heel irritant. In het tentje ergens. We gaan gewoon in het tentje. Ja. Lekker koffietje, theetje, crackertje. Ja. Nice. Crackertje. Weet ik het. Hey, klopt. Nou. Klopt het? Nee, ik ga straks die vraag stellen als je klaar bent met filmen. Oh, er is iets privé, hè? Oh, je wordt gebeld. Oh, ja. Oh, het is Miserables. Hey, Miserables! Hallo, 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 hallo!
Fat people are harder to kidnap. Nou, dan weten we dat ook weer. Ik ben dus best wel een doelwit. Dat is niet heel handig. Res, hoe werkt die app ook alweer? Met dat je kan bijhouden hoeveel je binnenkrijgt? Ik moet meer binnenkrijgen. Zeker met de feestdagen. Snel donker. Het is oké. Lijkt midden in de nacht, hè? Zo donker is het. Maar het is gewoon het einde van de dag. En al het werk is gedaan op locatie. Meetings. Je weet wel. Koffie drinken, vaak plassen. En we gaan ons kind halen. Maar voor koffie moet ik niet vaak plassen. Koffie, ja, koffie en thee, de combinatie. Maar eerlijk. Van koffie moet je wel heftig plassen. Vind je ons koffiedrinkers? Maar ja, één bakkie. Dat plasje daarna vind ik wel rieken. Stinkt, hè? Zo hé, dan denk ik nou. Kun je nagaan, mensen die echt twee bakjes per dag drinken. Zo. Zou Irina wel ruiken naar koffie? Nou, rook het maar naar koffie. Het ruikt niet naar koffie. Ik vind wel dat het een koffiegeur heeft. Nou, nee. Maar als je plas, dan ruikt het toch duidelijk dat dat het resultaat is van koffiedrinken? Nee, maar ik vind... Je kan nu herkennen van dit is het resultaat van koffie drinken, maar het ruikt niet naar koffie. Nee, dat klopt. Ik vind het een penetrante, heftige, aanwezige geur. En ik ben bang dat het ook me... Soms ben ik ook bang dat het mijn plasbuis beschadigt. Het stinkt zo. Dan denk ik, nou, dat ik het neem toch. Maar dat vergeet ik. Als mensen zeggen, wil je lekker latte? Dan denk ik, lekker. Lekker wel. En dan ga ik plassen en denk ik, oh, weer ingestonken. Kleine boy is bij opa Harvey. Dus die gaan we halen. En daarbij komt ook dat we avondeten gaan halen. Want wat de rest nu doet, ik vind het slim, ik sta er helemaal achter. Dan krijgen we eten van onze, tenminste van zijn ouders. Want die koken lekker. Wat we dan doen, als die bakjes leeg zijn, dan brengen we het. En dan zegt Resti er altijd bij, waar ik achter sta, wat we even gezegd hebben. Wanneer kunnen we ze weer gevuld ophalen? En dan doe ik eerst van, nou doe normaal. Maar ondertussen denk ik, ja, doe maar. Doe je echt. Dus denk ik, ja, wat gaan jullie maken deze week? Wat trek. Dat is toch handig? Waarom zitten we elke keer maar te bestellen en te doen? Ik, nog voor de derde keer, ik sta er totaal achter. Ik denk nu wel, ik vind het al sneu voor Frankie, want wij kunnen hem dat niet geven in de toekomst. Maar geef hem geen kookskills mee. Maar ook maar, niet, ik voor hij kan wel bij oma Henna kijken. Zeker. En wie weet, hey, wat niet is, kan ook nog komen, zegt mijn moeder. Dus misschien kan ik één keer nog ontwikkelen tot een kookqueen. Het kan. Kans acht ik heel klein, maar het kan. Komt het ook? Daar komt het. Hallo. Hallo. Papa. Hallo. Hey. Wat is dat? Dit heb ik van mijn eitje. Oh, dat zat in je ei, een surprise ei. Nice. Zo, heb je lekker gegeten met opa? Ja, lekker warm binnen. Ja. Is dit, oh, dit is een route hoe je bij de schatkist komt. Dit is een looproute. Mama, mag ik hem afmaken thuis? Vandaag niet, want het is al wat later, maar we kunnen hem wel meenemen, want hij moet ingekleurd. En je vader ligt alweer met zijn neus in de... Bananenchips. Jeetje. En ik extra buiten meegenomen. Ja. Mijn vingers hebben iets geklemd. Nou, nee. Oh. Het kan niet zo Nee, je hebt nog iets in tomaten en snoeppapier. Maar wat mag ik dan? Nee, maar echt. Je hebt een vallige poes, je hebt alles gekregen. Je mag een toetsen mee in de hoog. Oh, dat is lekker. Wat zit erin? Wat was okersoep, hè? Nee, dat is geen okersoep. Wat is dit dan? Krietbanen. A la condre. A la condre. Zeg je dat niet? A la condre. Ik zeg het goed, hoor. Dus ben je een beetje gewend aan mijn haar. Mysterious brunette. Zo noemen ze dat. Nou, moet ik zeggen, jij weet al veel van mij. Bijna alles. Mysterieuze randjes er wel af. Hoe denk jij erover om jouw haar te verven? Een goed gesprek dit. Nee, je hebt het wel eens gezegd dat je dat wil proberen. Zilverkleurig. Zij het willen. Zou het ook even willen. Alleen de ballen er niet voor. Ja, maar ik kan je... Ik wil niet zeggen die ballen voor kerst geven, maar... Ik kan je wel een duwtje geven in de juiste kapperzaak. Oké, de diepe zucht komt. Nou, ik app je het wel, ik mail je het wel. Ik zucht? Ik moet aankomen. Ja. Dit is altijd zo mooi. Nee, ik adem gewoon. Het is gewoon een normale reactie. De zucht komt altijd uit. Iets wat je vermoeiend vindt. Ik ben nog niet moe. Maar het is wel slim dat ik ga slapen. Maar ik wil even en dan laten zien. Ik ben flink bezig met het verzamelen van kleding die eventueel leuk is. En nu zag ik deze top. Ik moet wel zeggen, ik ben altijd zo'n type dat ik dingen koop. Dat je denkt, ja, dat doe je één keer aan je leven. Dan is het helemaal niet meer handig. Maar eerlijk, is dit een knijter van een top? Zie je nou de tepels? Oh ja. Hoe dan? Ik ben allergisch voor tepels. Dit is super cute. Ik denk... Voor met kerst of zo. Maar dan kan je daarna nooit meer aan. Tenminste, ik heb dat altijd gehad, jongens. Zo'n trekje. Dat ik dan dingen koop. Dit ook. Zie ik deze top. Denk ik, dit is nou enig in mijn leven. Dit is toch hilarisch. Zo, lekker. Lekker feestelijk. Alleen, doe je niet op kantoor aan. Nee, moet je een hemdje eronder. Anders, Bombella's voor lunch. Zondag. Wacht, ik heb nog zo'n knoepert gevonden.
dit vind ik nou een hele leuke top. Maar de vraag is dit een beetje uit de hand gelopen yoga outfit die je ook aan kan op een gala event? Ik heb echt hulp nodig met dit. Oké, nou. Weet je wat heel jammer is? Dat je op de zaak aankomt, jezelf aan het opmaken bent en dat je erachter komt dat het meest belangrijke, essentiële onderdeel van de make-up sessie niet aanwezig is. Je mascara. Hoezo? Zit het ook niet in? Ik heb gisteren nog opgedaan, terwijl het hierin zat. Het is thuis, ik mag heel, dit heel bok eind. Maar dit vertraagt de boel wel. Ik zou dingen gaan opnemen, nu is shit niet er nog niet om het klaar te zetten, dus op zich... Ik moet gewoon heen en weer, nu, like in mijn garage. Oké, thuis gekeken. Geen mascara, dan maar naar de drogist. Ik mag maar nemen dat hij al open is. Voor dit soort problemen. Yes, my life savior. Ik heb mezelf gesaved. En ze waren ook nog eens in aanbieding. Dus, kan je niet laten liggen. Shit, niet rook, zet alles klaar. En dan gaan we beuken. Een paar video's nog maken. Vanaf december, jongens. Veel videocadeaus. Cadeautvideo's. Cadeautjes in vorm van video's. Yes, ik heb gedaan wat ik moest doen. Lekker voeten. Lekker, lekker. Ik moet nog wel veel meer doen, maar dit is nu afgestreept. En we hebben hier het... Hallo, zit je nou op mijn... Nee, ga van mijn love seat af. Ik heb een love seat gemaakt met Miserables. Ja, maar ik zag het heerlijk. Lekker. En jij kan daar. Je bent... Moet ik echt weg? Nou, ik vond het wel fijn. Heb je nieuwe... Je hebt wel nu weer nieuwe schoenen aan. Ja, het is zo sensatieachtig deze gozer. Ja, toch? Wel vet. Hij is mooi. Maar deze zijn wel nieuw. Ja, eerlijk. Ja, die trui is nieuw, die broek is nieuw, de hele band is nieuw. Alles is nieuw. Maar is weet je... Nee, dat niet. Het staat je. Maar heb je normaal ook dat haar van... Wat? Ja, dat haar? Dat haar. Heb jij dit wat? Kroeshaar. Nee, ik heb geen kroeshaar. Nee, kijk, je hebt donkere mensen hebben verschillende soorten haartypen. Dus, heel veel. Here we go! Oh. Ja, ik ben er gewoon benieuwd naar. Nee, maar goed, sommige mensen weten het niet. Of mensen die daar niet heel van afweten, die denken altijd dat donkere mensen één soort haartype hebben. Dat is kroes, voor de rest niets. Maar je hebt natuurlijk donkere mensen die hebben een Creoolse achtergrond, dus echt gewoon Creoolse. En dan heb je vaak kroeshaar. Maar je hebt ook donkere mensen die zijn bijvoorbeeld gemixt met Indianen. Dus Indianen als in de inheemse bevolking in Suriname. Lach je hem uit? Mensen uit India. Yes, lach je uit. Ik vind het echt een disrespect. En daardoor kan je een beetje anders op haar staan. Ja, ik heb mijn voorouders die komen uit India. Dat is echt... Dus mijn haartype is net wat anders. Ja, want jij zegt altijd dat je deels Chinees bent. Ja. Chinees? Ja, ik ben echt Chinees. Maar dat verklaart niet dat haar. Nee, dat heb ik gewoon gezien. Nou eerlijk, Chinezen hebben best een hele stugge... Het groeit vaak recht omhoog. Je moet dat de ene kant op. Zo, weet je wel. Waar is dat van? Maar dat zegt helemaal niets, hè. Want je hebt van ook Goku. Gewoon, en gewoon krul. Mag ik je helpen? Want je hebt ook gewoon Creoolse kinderen. Die hebben bijvoorbeeld Nederlandse ouders. Blonde, dat kan je niet krijgen, maar die kinderen was nog kroeshaar. Je bedoelt Hollandse ouders, want jij bent ook gewoon Nederlands. Maar je bedoelt witman. Precies. Zeg het hoe het is. Het betekent nog niet dat je haar dan ook altijd kroes blijft. Je kan weer heel erg sluikhaar hebben, of juist wel kroes. Terwijl je ouders heel erg op iets anders lijden. Ook bij de... Om het even zo te zeggen, ook bij gewoon de blanke mensen heb je ook heel verschillende structuur. Echt stijl, echt stug, krullend. Maar het is wel altijd heel veel mensen denken vaak... Nederlanders denken vaak wel dat donkere mensen één soort haar hebben. Ook witte Nederlanders ook. Ja. Witte Nederlanders, ja. He said it. Ik zeg altijd Holland, want dan is Holland. Het... Ja, echt het, van oudsher. We hebben alle cadeautjes verzameld hier op de zaak. En, Miserables, er staat wat hier op dit doosje, of het tasje. Wat staat erop? Openmaken op kantoor. Dus, aan jou de eer! Moet ik het alleen doen? Kom hier, kom bij mij, zit hem. We gaan lofseat, Wacht, er zit een kaart. Oh, okay, read it. Team Plas. Ja, dit zijn jullie! Ook. Jij bent de shit. Oké. Lieve Team Plas, we hebben goed opgelet tijdens de shitty, maar we wilden toch iets geven. We zagen dat het jullie leuk lijkt om dit een keer als team uitje te doen. Omdat jullie het waarschijnlijk heel erg druk hebben, kunnen jullie het vast uitproberen op kantoor. Heel veel liefst, Elise en... Suleika. En een kusje van mijn mama. No. Shout-out naar jullie. Kusjes terug. Oh, glitter. Ik ook. Iemand is nieuwsgierig geweest hier. Nee. Oeh, spannend. Team uit. Res, wil je weten wat het is? Oh, je zit daar. Lekker persoonlijk. Wat is het? Candle making starter kit. Oh, kaarsen maken. Wie zei dat nou? Jij, hè? Oh mijn god. Dat is wel heel leuk, hoor. Ze hebben echt heel goed opgelet. Ja, nummer 1.
zelf kaarsen maken. Nou, ik denk dat we maar gewoon moeten gaan openmaken, jongens. Ja, trek er maar even vooruit, want... Ik weet je wat ik eigenlijk zou willen voordat ik ze openmaak? Ik zei even dat je wat persoonlijke brieven gaat lezen. Ja, oké. Ik ga die erbij pakken. Ik zie best wel wat brieven. Ik ga ze erbij pakken. Ja. Oké, zal ik gewoon eventjes een beetje gaan lezen wat hier staat? Ja. Lieve Nienke, wat ben jij een topper. We kijken elke shitty en liggen telkens weer dubbel. Enorme dank voor de lachbui, elke video en deze mega geslaagde avond. Een dikke thank you van Ilke en Tessa. Oh ja, en je cadeautje moet je de eerste keer 4 uur branden. Kusjes ons. En je cadeautje moet je de eerste keer 4 uur branden. Nu nog uitvogelen, bewaar deze kaart wel. Ja! Kijk deze even, jongens. Oh wow, die. Kom maar uit, Aten, mag je bent echt een topper. We kijken uit naar je show. Blijf zoals je bent, zo is het precies goed. We kijken uit naar nieuwe Sherry's. Hier is een kleinigheid voor je huis en voor je auto. Dikke knuffel, Cheryl en Veronica. Wat zou voor je huis? Maar het lullig is, sommige kaarten zijn nu er. Ja, maar we bedanken God. We bedanken voor het, iedereen. Voor de liefde. Hey Nienke, ik zit nu op de wc in het theater, vlak voor jouw show. Dit kaartje te schrijven, in de hoop dat je het zult lezen. Maar Nienke, jij bent echt de shit. Ik kijk tegen je op door heel veel dingen die je bereikt hebt. Het leuke gezin dat je hebt en de persoon die je bent. En oh my god, je hebt een fantastische verloofde. Staat dat er? Een droomman van iedere vrouw. Oh. Good luck. Gevaarlijk. Good luck in theater. Liefs, Maud. Lieve Nienke, je bent echt een topwijf. Wij wensen je heel veel succes en geluk met alles wat er nog op je pad gaat komen. Want volgens mij zijn wij nog lang niet van jou af. Je bent klaar, nog lang niet klaar met jou. Je bent lekker bezig, hier een cadeautje zodat je huis niet naar shitty ruikt. X, Mabel en Lisa. Hey lieve Nienke, wij vinden jou echt super leuk en kijken al jouw video's, al 2 jaar lang. Wij vinden je duo, het duo ook extra leuk om jou in het echt te zien. Wij vinden het zo duo? Goed. Wat? Duo? Ja, dat staat hier, het duo. Ik weet niet wat ze ermee bedoelen. Jullie misschien als duo. Ja, ik denk het ook. Ah, helaas, jij was er die avond niet. Nee, nog een keer. Wij vinden het duo ook extra leuk om jou... Als duo, misschien als nee, zij zijn... het duo staat er. Ah. Dat we in de serie met z'n tweeën zijn. Ik weet het niet. Het voelt als een quiz opeens. No one knows. Wij vinden het zo goed wat je allemaal doet en wij vinden dat je hier zeker mee door moet gaan. We hebben een heel pakket met lekkere Sinterklaas snacks om de wintermaanden te overleven. Hou dit maar lekker voor jezelf, want voor je het weet is het op. Ga zo doorgaan. Ik ga zo nog duizenden shitties maken. PS, als jullie extra les tennis nodig hebben, ja, hoor, hier ook zeker aan. Ze bedoelt mij. Groetjes Laura en Bente. Nou, doe die ook maar meteen. Een hulpmiddel om elke dag de chocola te kunnen eten, die zogenaamd niet wil. Maar toen krijgt wat je fans. Wat? Krijgt de calories, niet de puistjes. Liefst. Ik kan het niet lezen. Oké. Dat is wel moeilijk. Spread the calories en niet de puistjes. Ja. Ja. Nee, maar wat staat hier, Lies? Aisha. Lieve Nienke, hier toch een cadeautje voor jou. En natuurlijk nog gefeliciteerd met de televisiersterren. We zijn super trots op jullie en natuurlijk de kijkertjes. Yeah! Oh mijn god, je gaat trouwen. Gefeliciteerd. Oh ja? Dan is er nog een tekst. Lieve Nienke. Lieve Nienke. Je bent geweldig en we kijken iedere week weer naar je Shitty Diaries. Je maakt top content en blijf het alsjeblieft nog voor altijd doen. Wij zijn super fan van jou. Ressie en natuurlijk Frankie Dien. Dikke kus, Maaike en Merle. Geachte en plas. Wat officieel. Nee, shit. Jij was... Je krijgt elke keer een nieuwe. Geachte en plas. We wilden je bedanken voor de leuke show, maar nu we deze kaart schrijven weten we eigenlijk helemaal nog niet hoe het gaat zijn. Daarom verdenken wij de rest ervan dat ze de kaartjes in de zaal schrijven. Aangezien je van Tony's houdt, hier alvast een voorraadje. Sanne, weet jij nog iets? En dan staat er in het rood door Sanne geschreven. Nee, gewoon maar doei zeg dan. En dan de volgende. Oké, doei. We hopen dat je Nijmegen leuk vond. Kusjes Sanne en Rosanne. Vet leuk. En nog meer chocola voor jou. We doen hier even categoriseren. Chocola? Nee, je mag daar gewoon een plekje. Oh, hutte keze. Sokkenkast. Zit jullie nou stiekem te verzamelen in je eentje? Ik heb allemaal nog kaarsen. Kaarten die ik moet gaan lezen, dus dat neem ik echt mijn tijd voor. Ik zie hier dat ik dit gehad heb. Ik dacht dat het chocola was, maar let op. Wacht even, is dit een Spider-Man badjas? Ja, dit vind ik leuk. Oh, dit is heel cute. Maar dat je het opengemaakt. Ja, maar dat wist je niet. Dat wist je niet. Anders. Nee joh. Hij krijgt het gewoon. Dit wou ik laten zien. Doe maar dit daar de chocola. Kijk. Nog een beker. Dit is dezelfde? Ja. Oh, ik heb double the fun. We raken zelf ook oververhit hoor met deze cadeautjes. Nee, echt.
In het klein gewoon nog. Ik ga wel stuk, dat onze hoofden zijn wel eraf gechopt. Ja. Dus voor het nieuwe gezinslid. Kijk nou, mochten we ooit nog een baby krijgen. Kijk nou, mocht ik hallo? Kom maar. Nou, laat maar, ik zal in mijn eentje wel helemaal hier helemaal wegsmelten. Heel lief, dank jullie wel. Als het onze gunt is, het zou geweldig zijn. Baby shoppen. Oh, hier ook kaarsen. Voor de koffie. Wat denken jullie dat dit is? Dit is voor jou, Jano. Oh, een leuke pet. Bubbelmaskers. Oh. Ik lof dit ook wel. Die is wel leuk. Die staat leuk, man. Kijk dit. Ik dacht chocola. Ik vind die pet dus heel leuk. Schaduw. Oh, dat is wel leuk. Nee. Hier voor jou. Oh, bedankt. Echt heel leuk. En ik vroeg net op een lekker zin. Mooie kleurtjes. Oh, dit zijn hele goede kleurtjes. Dit is goed. Hoe kwam er maar weg? Shimmering, shimmer. Een powerbank. In de vorm van een drol. Gewoon bij een hele bijzondere en bij een hele zakelijke meeting die ze op tafel knallen. Sorry. Dit cadeautje zou geheim zijn. Of staat erop. Ik hoop dat het geheim blijft nog even. Ah. Natuurlijk! Zal Ressie hier ook van schrikken? We kunnen het wel even testen. Ik had net al deze. En daar schrok Ressie niet van toen ik het gooide. Dus misschien bij deze. Oh, dit vindt Prinkie niet meer leuk. Nien? Oh, heel leuk. Ik gooi er weer iets op waar je niet van schrok. Wat een cute nachtlampje! Ja, want hij is toch altijd in een... Oh. Oh, lief. Eerlijk, als dit een echte zou zijn, zou je zo bang zijn? Als het een echte was, maar dit is het niet. Jullie horen het, jongens. Jullie moeten echte insecten gaan opsturen. En dan ter attentie van... Ressie Stewart. Intensief lesje, zwemmen. Je moest onder de mat doorzwemmen, zag ik. Ik had dit moeten vragen naar het aardig gezet. Ik had een pietenmuts op. En een pietendoom. Een pietendiploma. Ja. Heb je gekregen. En kijk eens wat we nu kijken. We gaan Frozen kijken. Aangezien we dat, ja. Nou, echt om verliefd op te worden, hè, iedere keer. Wie vind je leuker, Elsa of Anna? Eigenlijk Elsa, want zij heeft krachten. Heel goed. En dat komt door het ijs. Ja. Hoe komt dat in de hand? Daar, door de tovenarij. Beetje magie. Iedereen heeft een beetje magie. Heel goed. Ik ook. Ja, tuurlijk. Ja, als je dat doet, dan kunnen hoogstens een klein puffje uitkomen. Misschien werkt jouw magie wel anders, jouw krachten. Misschien werken jouw superkrachten wel meer dat je zo lekker kan dansen. Oh, het begint, sorry. Ja, raak je uitgeput van, hè? Zal ik een eigen verhaal verzinnen? Ja. Komt-ie. Er was eens een prins. Ja. Die ging op zijn paard rijden richting het bos. In het bos zag hij de mooiste bloem. Hij wilde er eentje plukken. En op het moment dat hij er eentje plukte, hoorde iemand zeggen, doe het niet. Dat zijn de sieraden van de natuur. En hij dacht, zoek het uit. Ik pluk het toch. En hij plukte die bloem. En hij ging ermee naar huis. En 's avonds gaf hij die bloemen aan zijn mama. De volgende ochtend reed hij weer richting het bos. En hij zag op de plek waar hij de bloem had geplukt, dat alles uitgedroogd en dor en gestorven was. Geen enkel blaadje, geen enkel bloemetje groeide nog. Hij dacht bij zichzelf, hoe is dit nou gebeurd? En in één keer kwam daar een klein elfje uit de bomen die zei, jij hebt één bloem geplukt en ons hele koninkrijk is nu helemaal verdwenen. De prins schrok. Hij ging snel naar huis om te kijken wat mama had gedaan met die bloem. En mama had die bloem in een vaasje gezet. Dus die bloem was nog picobello. Hij zei, mam, ik vind je een leuk mens, maar ik moet die bloem even meenemen. De koningin keek hem aan en die zei, lieve prins, ik vertrouw erop dat je weet wat je doet. Hij nam de bloem mee terug naar de plek en hij gaf het aan het elfje. Hij zei, hier is het begin weer van jullie koninkrijk. Het elfje plantte de bloem in het dorre gebied. En wat denk je dat er gebeurde? Weer groter worden. Alles groeide en het bloeide en het werd mooi. Mooier dan voorheen. En de elf zei, dankjewel. Dankjewel, ik ben zo blij dat je de bloem weer teruggebracht hebt. Thuis kwam de prins en mama zei, ja luister dan, nou heb ik een lege vaas. Dit vind ik niet gezellig. De prins zei, momentje, ik ga van een tankstation, daar hebben ze ook leuke bloemen. Hij nam daar een bosje voor mee, gaf het aan de koningin en al goed, iedereen blij. Wat een verhaal, hè? Ja. Wat een verhaal.
Lekker dromen. Dikke kus. I love you a lot. Wat lekker. Ik was mijn camera vergeten. Ja. Och. Ik zag hem nog. Ja? Ik kreeg geen zo. Oh, je sprak over je Bijbelboek. Als je wil, kan je die nog even lezen. Wat je wil, schat. Wel trusten. Ik vind het zo mooi. Wat zeg je? Zou de boven blijven? Ik moet zo nog wel wat opruimen. Ik kom zo weer terug. Ik vind het zo mooi. Die gozer die tekent zijn eigen F verkeerd om. Maar zijn Bijbel, oftewel het Bijboek, kan hij uren naar staren. Alsof hij het in ze opneemt. Echt, ik vind het zo bijzonder. Nul plaatjes, moeilijke lange zinnen, geen komma's. Deden ze toen nog niet echt. Maar hij voelt iets van een verbintenis met het boek. Nou, laat gaan, denk ik dan. Laat gaan. Geloof is een mooi iets, weet je wel. Ik geloof voornamelijk dat deze dozen er nog heel lang gaan staan. Ik ben begonnen, ik vind het leuk, maar ik ben iedere keer back-off als ik hier zit en denk ik, pff, moet nog werken, moet nog doen. Maar ja, het is ook een beetje disrespect na kerst, als je zo'n halve boom neerzet. Kijk, weet je wat het eigenlijk gewoon is? Ik heb gewoon nog zo'n lint nodig. Ik vind het leuk hier, dan heb ik hier zo'n subtiel lintje en dan heb ik daar nog zo'n subtiel lintje en daar zo'n dikkerd. Maar ik mis hier iets. Dan zullen de mensen thuis denken, wat dan? Ik zie heel veel dingen. Dat klopt. En nu ik ernaar kijk, denk ik inderdaad, het is oké. Okay. Er kan nog veel meer in, maar het is al oké. Okay. Ik bedoel, we leven hier. 19 november. We hebben alle tijd ook. Jeetje, de deadline. Waarom voelt het alsof je zo in mijn nek hijgt? Fijne dag. Oké. Dan toch lekker niet. Ik vind het wel lekker een beetje rust in de badkamer, ja? Lekker? Mijn eentje klaarmaken. Alle ruimte. I love it. Niemand gaat zeuren als ik de föhn aan doe. Het is waar. Het is ook veel aan de hand. Alsof ik ook zelf niet weet hoe hard dit is. Weet je hoe dicht het bij mijn oor komt? Hoi! Nou, toen was de ochtend voorbij, hè? Gewerkt, gedaan, gegaapt. Ons kind halen. Zo, bipsverwarming mag aan, hoor. Koroeieren. Ik denk dat ergens zo'n verwarming voor mijn ballen niet goed kan zijn. Nee, want tilballen en bij, weet je, het moet koud blijven. Kouder. Ja, het is net als ze zeggen dat je niet eigenlijk met een laptop op je schoot moet werken. Omdat die laptop warm wordt, toch bij ballen. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht gewoon dat het slecht voor je. En de straling is zo'n laptop. Oh, oké. Okay. Nou, doe jij dan helemaal dat niet meer? Want misschien willen we ook nog gebruik maken van de zak. Weet ik het? Neem je kind mee naar het werk, Frank. Lunchen hier. Een paar dingetjes doen. Daarna gaan we weer de deur uit. Je mag je schoen ook zetten. Dat weet je, hè? Dat had Burger zegt dat je je schoen mag zetten. Zeker. Dus. Waar is de trekschoen maar uit? Ja, die zijn we vergeten. Dus wat we doen, we maken een kommetje. Doe jij eventjes een plakje kaas erin voor het paard. En een tekening wil die vast wel. Kaas. Dat vindt toch muizen lekker? Nou, jij eet toch ook kaas? Ben jij een muis? Ik eet toch ook kaas? Ben jij een muis? Ik ook kaas. Ik ben wel muis. Ben je een muis? Ja, ja, hij bedoelt dat hij soms overkomt als ongedierte. Dat klopt. Oh. Dus dat is wel een beetje. En denk je hoe? Oh. Oh. Oh, daar is hij. Frankie Dean, weet jij wat prepuberen betekent? Nee? Dat is wanneer kindjes heel erg hun ouders uitdagen. Beetje, ja, soms met beide handen brutale opmerkingen kunnen plaatsen.
Nou, als je het in zelfverzonnen taal doet, dan versta ik het niet, dus dat scheelt het. Maar daar zit jij nu een beetje in. Sorry. Nee, dan hoef je geen sorry te zeggen. Nee, oh liever, nee. Het hoort erbij, de ontwikkeling van een kind. Het is echt heel oké. Ik denk wel, mocht je willen prepuberen, is woensdagavond en donderdagochtend wel de beste dag. Weet je waarom? Dan ben je bij oma Jet. Daar kan je echt heel veel testen uitproberen. Zie je het als een soort van laboratorium bij haar. Daar doe je al de testjes. En bij ons ben je lief en zoet. Toppie! Ja, hè? Plannetje. Eigenlijk doet iedereen wel een beetje zoals hij klaar is met zijn werkdag. Van yes! Celebrate good time! Denk je voor wie is dit? Oompie Trevor, ja, even lekker iets om mee te rennen, toch? Ja. Oké, heb eens. In de pocket. En nu mijn gymschoenen. Gymschoenen voor jou, komt er dan. Knootje voor Teddy is ook gescoord, maar ik moest snel naar huis, want ik heb vanavond voor het eerst in, nou, kunnen we echt wel zeggen, een van de eerste keren in 13 jaar, dat ik een kookworkshop krijg van mijn schoonmoeder. En die heeft ze nodig. Ja, eigenlijk wel. Ik kan gewoon zeggen. Ik heb het nodig. En, maar eerlijk is eerlijk, uw zoon leeft nog, uw kleinkind ook. Hoe ik het gedaan heb, ja, is hij een wonder. Hij kookt zelf. Frankie. Wrestling. Nou, maar dat is ook niet echt een hoge stap. Het is ook niet echt dat je zegt, nou, zet het op een kaart. Maar het heeft jullie wel een leven gehouden. Frank is 4 geworden, 5 geworden. Nou, uiteindelijk, ja, nou, ik ga mijn best doen. het is een makkelijk, kort recept. Je kan het. Je kan het, hè? Ja. En ik kan het, ik film het, kan ik terugkijken. Nou. Precies. Oeh. Deze, ja. En even meewerken nou. Ben je toch een filmster of niet? Ja, goed. Ja, open jas. Niet aan mijn borst zitten. Tjerk, nice. Flerk. We lopen opnieuw in. Och, wat echt dit. Ellie is er gezellig bij. Wat vind je van de boom dan? Echt mooi. Maar hij is nog niet helemaal af. Dan mist je. Maar... Wat moet er nog meer bij dan? Ja, dat zou je denken. Maar waarom dan? Nou, hier mis ik een beetje goud. Oké. Ik vind hem echt al mooi. Ik ga hem aandoen voor je magic, echt. Ja, ik vind hem echt mooi. Vieren neemt de cam over. Ik ga nu sinds 33 jaar een Surinaams. Ja, spannend, hè? Maar je moet even straks Surinaams koken. Gewoon een gevoel is het, hè? Ja. Ik heb één keer iets gemaakt voor jou met gevoel, weet je nog? Zout erin, dat was echt niet. Ik had een champignonsoep gemaakt met spek, dus het was extra zout. Dacht ik, misschien zout nog helemaal. Ik zweer. Als de zee was het. Brianna en ik hebben zo gelachen. Jij zelf ook trouwens, want we gingen helemaal stuk. Oh, oh, oh. Het is te veel, hè? Nee, ik vraag me af, hoe maakt niet uit? Laat het even bakken. Lekker pannetje. U lijkt een beetje twijfelachtig, hè? Nee. Ja, ze zat in de... Maakketchup zit in de koelkast, bovenste laag. Zoals jullie zien, ik heb het helemaal in controle. Oh ja, genoeg ketchup. Nee, we hebben nog meer. Maar dit is wel weer typisch. Ja, dit is Leslie. En dan maakt hij het op. En dan wat gebeurt er? Wordt niet gezet op het bord. Op het lijstje. Ellie, je blijft gewoon lekker zo statisch daar staan. kom maar dieper in de keuken. Kijk hoe broer. Wat is dat ding? Dit is vegetarische knakworst en vegetarische rookworst. Ja. Oftewel. In plaats van gerookte kip met zoutvlees. Normaal gebeurt dat. Met dit is vegetarisch. Alles is vegetarisch. Ik heb je ook geen honger meer? Ik heb honger. Ik ga een kindersurprise van mijn kind eten. Oh my god, dat is zo gemeen. Dat is zielig, hè? Maar we hebben echt heel veel candy. Ja. Pak iets waarvan hij zegt. Hij vergeet dat ik die al heb. Maar je zo weet toch dat hij een surprise heeft? Geloof me, deze weet hij. Hij heeft echt een heugen als een olifant. Muis is dit niet gewend. Er staat helemaal condens hier binnen. Ja! Ze snappen niet wat gaande is. Wow, gebruik je de magnetron niet? Is het niet binnen 3 seconden klaar? What is going on here? We gaan lekker jongens. Hoe het heet, dat willen jullie weten. Je moet het roeren. Jar pissie. Pissie. Jar pissie. Moxalesi. Jar pissie moxalesi. En waarom druk ik het zo? Weet ik ook niet. Mijn schoonmoeder zegt, Tjerk, loop je nou in mijn shot? Loop je nou ook in mijn shot? Oké, het zal klaar zijn. Dit pak je natuurlijk niet met je klauwen gewoon. Dat doe je even met een lepeltje die je dan daarna ook in de... En? Ik vind het lekker. Moet er iets bij hier? Ja, misschien iets van een smaakje. Net even. Nee, ik weet het al. Iedereen doet gewoon een beetje peper. Oeh!
op zijn bord. Ja, ik heb super goed gedaan. Dat ik dat zou zeggen. Ben je peper. En oh, kijk. Shebang. Bananas. Oh, ik had gewoon die... Zo, hé, wilde meid. Oké. Ja, ik denk... En zuurgoed heb ze ook gemaakt. Oké. Ik vind het heel lekker. Ja, toch? Ik mis wel iets, maar durf niet te zeggen. Ik denk zout. Nee, zout vlees eigenlijk. Oh! Ja! Nee, eerlijk, ja, Surinaamse gerechten zijn niet echt voor vegetarische varianten. Nee. Gewoon lekker zout vlees, staart. Oh, nee, maar... Nou, dit vind ik een heel ander uit. Varkenstaart. Kippenpoten, snavels. Ja, gewoon lekker. Het is een feit. Ik heb Surinaams gekookt. Ja, ik kan ook niet zeggen of dit gerecht gelukt is. Ik bedoel, ja, mijn vriend en schoonmoeder en Elvira hebben het gegeten en die vonden het lekker. Maar ik kan niet zelf zeggen van, ja, zogenaamd. Ik vond het lekker, maar geen idee of het zo proeft zoals het moet zijn. Ik kan me niet heugen dat dit gerecht zo gegeten op zijn vegetarisch. Dat maakt het ook nog eens lastig. Surinaams kunnen heel goed vlees bereiden. Ik bedoel, eten zijn ze top in, maar vlees, ik weet niet wat jullie ermee doen. Maar het is bijna dat je zegt van, er zit heel veel liefde in het bereiden van dit dode dier. En ik wil het zo luguber mogelijk zeggen, omdat ik bijna een terugval krijg om morgen niet gewoon een bakje bloedworst te bestellen bij de toko. Ik weet namelijk hoe lekker ik dat vind. Iedereen is weg, het is heel laat geworden. Ik wil graag iets zeggen over wat er gaat gebeuren in de aankomende shitty. Het is helemaal misschien niet zo huge, maar ik ga iets doen als een verrassingje. En ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Ik heb gewoon heel veel zin in dat ik dit doe. Cliffhanger voor de volgende neerleggen. Het is zo not my thing. Maar ja, we evolueren toch als de mens. Ik zal maar gewoon kijken volgende video. En ja, ik kom net uit de douche. En ja, de handdoek die ik net had om mijn lijf, die hangt nu daar. Dus ik ben naakt. En ik besef me nu dat... Oké. Ik weet niet wat precies te zien is, maar... Ah, het is een beetje vervormd. Een schim van mijn naaktheid. Daar komt het op neer, ja.